In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 november crasht omstreeks 11:45 twee auto's op elkaar op de A1. Het ging mis in de richting van Amsterdam vlak voor afrit Naarden. Een van de auto's reed achter op zijn voorganger, waarna een van de voertuigen op zijn kop tegen de vangrail belandde. De brandweer moest ter plaatse komen om de bestuurder van de op de kop geraakte auto te bevrijden. Tenminste één persoon raakte gewond bij het ongeluk en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Beide auto's raakten totaal los en zijn opgehaald door een berger. Vanwege hulpverlening en berging werd de A1 richting Amsterdam deels afgesloten voor verkeer.